Op het Instituut voor Tropisch Geneeskunde zijn we momenteel bezig met een onderzoek naar PrEP. Hoe PrEP als aanvullend preventiestrategie voor homomannen toegepast kan worden in België. PrEP, dat staat voor Pre-Exposure Prophylaxis. En dat betekent dat we HIV-medicatie, HIV-remmers dus, kunnen geven preventief, zodat mensen beschermd zijn tegen HIV-infecties. Het project wordt gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek tegen AIDS, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting. We hebben de naam uitgekozen IMESH, dat staat voor Improving Adherence and Sexual Health. PrEP is het eerste middel naast de condoom dat er beschikking is. We zien dat er nog altijd 3 mensen per dag een diagnose krijgen. Waarom? Er is condoommoeheid. Mensen interpreteren de situatie ook niet altijd helemaal correct of schatten het risico op HIV te laag in. Bijvoorbeeld, in een situatie kan het zijn dat iemand zegt: ah, hij stelt geen condoom voor, dus zal hem het wellicht niet hebben. Terwijl die andere persoon denkt: ah, hij stelt geen condoom voor, dus hij zal het wellicht ook hebben. Zaken zoals dat zijn risicosituaties. PrEP is zeer effectief als het op een goede manier wordt ingenomen, dus therapietrouw is heel belangrijk. Dat wil zeggen dat het elke dag als je seks hebt ongeveer op dezelfde tijdstip moet worden ingenomen. Maar PrEP beschermt niet tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen zoals chlamydia of gonorreu. Daarom willen we 2 gedragsinterventies ontwikkelen om PrEP-gebruikers in hun therapietrouw, maar ook in de verbetering van hun seksuele gezondheid te ondersteunen. Een groepsbijeenkomst geleid door een psychologe en een smartphone-application. De groepsbegeleiding is gekaderd binnen ACT, dat is Acceptance and Commitment Therapie. Wij gaan kijken naar de motivatie van de mensen. Het condoom is toch in die verpakking gebleven en ook al gebeurt dat maar heel af en toe. Het is de bedoeling om tot een plan te komen dat ze ook op lange termijn die pillen correct kunnen innemen. Nu, we gaan de inhoud opstellen samen met de mensen uit het veld, samen met de participant. Dat is heel belangrijk dat zij hun inzicht hebben. Uiteindelijk gaat het over hen. Het plan is dus om ook een digitale self-management tool te ontwikkelen. En dat doen we in samenwerking met SMIT, een onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel en een onderdeel van iMinds. Omdat we gezien hebben dat de deelnemers of mannen die seks hebben met mannen en een hoog risico hebben op HIV-infectie, dat zij toch regelmatig gebruik maken van internet en mobiele applicaties voor sociale netwerking en voor seksuele netwerking. En we willen dus zo goed mogelijk aanleunen bij de levensstijl van de deelnemers. Goeiedag, welkom. En we gaan co-creatietechnieken gebruiken waaruit we willen te weten komen wat de preventieve noden zijn van deze deelnemers en hoe we daarop kunnen inspelen. En deze inzichten zullen we dan aanreiken aan informatici om deze app te kunnen ontwikkelen. Daarnaast zullen we de digitale self-management tool en de therapie-counseling tool beide uittesten, wetenschappelijk, in een algemene studie, waaruit zal blijken of de beide interventies al dan niet werken. Ik weet dat als ik seks heb met mijn man, dat het veilig genoeg is voor ons, omdat we elkaar geen SOA's kunnen doorgeven. Maar het is voor die keren dat als je daar buiten, dat ik buiten die relatie seks zou hebben, en dat het daar nog wel eens kan gebeuren dat je misschien minder goed nadenkt. En om dat risico te vermijden, daarom is PrEP voor mij wel een oplossing. Maar ja, je kan niet altijd alles uitsluiten. Soms heb je seks met je gevoel en niet altijd met je verstand.